Leerlingen van de muziekschool Kohaka hebben een bezoek gebracht aan Marshall Kreek, Nieuw-Lombeek, Klaas Kreek, Brownsweg, Afobakka en Centrum Brokopondo. Stichting Kohaka Muziekschool is opgericht in april 2010 met als doel het stimuleren en bevorderen van het muziekonderwijs. Dit gebeurt door middel van het overbrengen van muziekkennis en diversiteit van muziekstijlen aan de Surinaamse gemeenschap. In het bijzonder de bewoners in het Boven-Suriname gebied. Met de muziekpresentaties wilde de Stichting Muziekeducatie, Kunst en Cultuureducatie bevorderen in het district Brokopondo. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op maandag 26 september 2022 een onderhoud gehad met de stichting Sukurupatu Saramaka, die een bijdrage wenst te leveren aan suïcidepreventie bij jongeren. Met dit doel voor ogen stelt de stichting voor een set documentaires te maken over suïcide, hoe zelfmoordneigingen bespreekbaar te maken en hoe dit gedrag te herkennen bij een jongere middels voorlichting en bewustwording, die in deze set documentaires tot uiting moeten komen. Hoopt de bewindsman dat dit een aanzet zal zijn tot de gewenste preventie. Geconfronteerd met een steeds stijgende koers, wat leidt tot verhoogde exploitatiekosten voor het bedrijfsleven, is Fernandes Botteling NV nu ook genoodzaakt haar prijzen wederom aan te passen. Het bedrijf maakt bekend dat vanaf morgen, woensdag 28 september, 60 SRD moet worden neergeteld voor een 2 liter softdrink dat vandaag nog 55 kost. Ook de prijzen van de andere formaten zijn verhoogd.